Laten we gelijk beginnen met het vaste item. Je bent wel op afstand, maar we doen het gewoon vandaag. Ja. NAKpraat, Grabbelton nieuws. Ja, want we hebben toch wel, hè? Ja, we hebben genoeg, jongens. We hebben het net voor de uitzending al besproken. Maar volgens mij zit er een nieuwtje in de lucht. Want Verbeek kiest definitief voor NAK, is de laatste melding. Ja, dat deed hij langs de kant van de velden enorm een glimlach op de gezichten zetten. Want het is toch heel mooi als je ziet dat Danny Verbeek heeft van NAK gekozen. Maar dat... Hij kon in de verleiding worden gebracht om iets anders te doen. Hij had op een strand van Madeira, van het Portugese Madeira kunnen liggen. Of in ieder geval Eredivisie kunnen spelen bij Excelsior. Maar hij is er toch voor gekozen om het met NAK te gaan doen. Ja. Hij zag het wel zitten om met NAK kampioen te gaan worden. Dat zijn mooie uitspraken. En hij voegde daarbij het woord. En er is een krabbel onder een contract gezet. Of ja, dat gaat in ieder geval gebeuren. Maar hij heeft definitief een ja gezegd. Een 2 jaar contract. Nou ja, 1 jaar contract. Of 2 jaar contract moeten we eigenlijk zeggen. Mocht NAK niet promoveren, dan kan hij weer vertrekken na 1 jaar. Die clausule is er ingebouwd. Nou, dat lijkt me allerminst fair. Maar dat deed hier wel wat vreugde bewerkstelligen. Ja. Ja, het is gewoon goed nieuws naar buiten toe. Het is goed voor de ploeg. Dat is toch wel, voor deze ploeg is het wel een leuke kwaliteitsinjectie. Mm-hmm. Maar het is ook vooral naar buiten toe, naar de buitenwereld is het een goede reclame. Dat NAK nog steeds een hele aantrekkelijke club is, ondanks degradatie. En laten we hopen dat het meer opbrengt. Ja, dan het volgende puntje. Dat is nog weliswaar tussen aanhalingstekens, maar er zou interesse in Suk zijn vanuit Schotland. Ja, dat was ook een hele verrassende. Natuurlijk zat Suk al een hele poos in de etalage om transfervrij te mogen vertrekken. Nou, dat was dus het verhaal afgelopen seizoen. Mm-hmm. Maar het opmerkelijke is, het Schotse Hibernian, de Hibs, zoals ze dat noemen daar, die zou zowaar een bod hebben uitgebracht op onze middenvelder. En dat is voor zowel NAK als Joey Suk is natuurlijk hartstikke mooi. Dat kan NAK in eerste plaats wat geld opleveren. Het maakt op het salarishuis wat ruimte vrij voor nieuw vers bloed. Mm-hmm. En dat zijn leuke dingen om naar uit te kijken. Dus hopen dat ze dat goed uit onderhandelen. En dat het voor Joey Suk iets leuks oplevert. Want die kun je toch eigenlijk wel ook aan een leuke club... mocht hij het niet bij NAK gaan redden. Dus laten we hopen dat het iets vruchtbaars oplevert. Nou, laten we het laatste puntje van de Grabbelton nieuws even meepakken. Het tweede en de laatste rugsponsor is erbij gekomen. Decachering Services. Die gaan onderaan het shirt op de achterzijde gaan zij hun naam voeren. Verrassing, denk ik. Ja, dat is inderdaad wel niet een geheel onbekende. Want het was een sponsor die al vorig jaar een aantal stoelen in een 1912... business lounge hadden. En dat is enorm bevallen, zo blijkt. Dat heeft ze doen besluiten om een sponsorpakket danig uit te breiden. Mm-hmm. Met het naam achterop het shirt. Het shirt waar we nou trouwens voor het eerst naar staan te kijken. UVV, of in ieder geval week vooruit, heeft vanavond de primeur dat ze NAK in het nieuwe shirt zien voetballen. Dat betekent het shirt met de nieuwe sponsor voorop. In ieder geval de nieuwe complete layout van de nieuwe kledingsponsor. Nieuwe kledingleverancier. Wat vind je ervan? Het is even wennen natuurlijk, want het grootste verschil is dat we de bekende zwarte diagonaal die we al de afgelopen jaren zwaar bevochten hebben weten te bewerkstelligen op het shirt. Ja. Die is doormidden. Nou, dat was hij al een poosje, maar nu wordt hij onderlangs onder de sponsor niet meer afgemaakt. Dat wordt niet doorgetrokken. Mm-hmm. Dus hij is tot de middel, net boven de sponsor, houdt hij op. Ja. En dat is even wennen. Er is ons wel toegezegd dat het gewoon volgend jaar gewoon weer normaal is. Dit shirt is een beetje uit de klapper, de standaard klapper komen vallen van de kledingleverancier Legia. Mm-hmm. Het Italiaanse kledingmerk. Ja. Er was weinig keuze op die korte termijn. Dus volgend jaar is er iets meer inbreng. Dan gaan ze NAK en Legia in ieder geval om tafel om daar een echt authentiek NAK-shirt van te maken. Dat echt tot in de laatste puntjes voldoet aan het cultuurhandvest dat we zwaar bevochten hebben weten
weten te bewerkstelligen. Okay. Maar dat is goed om daar te kijken. Geen spelersnamen meer op de rug van de shirtjes. Want daar is nou helemaal geen plek meer voor. Ja. Gelukkig nog wel de rugnummers natuurlijk, want dat is nou helemaal verplicht. Ja, het is wel zo dat voor de shirts die verkocht worden, daar ontbreekt deze naam op. En daar kunnen de mensen die een shirt bestellen, kunnen daar gewoon wel de spelersnaam onder laten zetten. Ja, precies. Dat onderkant onder het rugnummer is altijd gewoon beschikbaar zijn. En mee dat we dat laatste nieuwtje erin brengen, kan ik hier in ieder geval bevestigen dat de ruststand 0-1 is gebleven. En wij gaan hier de kantine in, waar spreekwoordelijk de buik vooruit is. Niet de beek vooruit, maar de buik vooruit over de bar heen. En dat gaan we zo meteen maar even doen, denk ik. Lijkt me een hele goeie. Ik wou nog even terugkomen op het rugsponsorverhaal. Decacheringsservice staat nu op de rug. Maar ik heb ook begrepen dat decachering erg lang in de race is geweest om de hoofdsponsor op het voorkant van het shirt te zijn. En daar is uiteindelijk door NAC voor gekozen om daar CM Payments, afkomstig uit Breda, voor te kiezen. Dan vind ik het toch netjes dat, ondanks dat ze dan de teleurstelling hebben dat ze niet als hoofdsponsor op het voorshirt mogen, toch nog op de achterkant van het shirt gaan. Denk dat jij het daarmee eens bent, hè? Ja, daar ben ik het absoluut mee eens. Het toch mooi dat NAC daar gewoon wel een concessie heeft willen doen. Want spelersnaam is toch wel een vastgebak ding achter op het shirt. Ik denk dat de supporters dat ook wel begrijpen. Het shirt wordt er met al die namen natuurlijk al niet al te mooier op. Maar het brengt wel geld in het plaatje. En dat geld brengt ons wel weer terug naar de Eredivisie. Dat staat voorop. Oké. Okay. Wij gaan dit item even beëindigen. We gaan zometeen Enrico Drost bellen. En daarna komen we aan het begin van de tweede helft weer eventjes terug voor een sfeerimpressie vanuit Prinsenbeek. En gaan we het Grabbelton nieuws samen met jou nog een keer doornemen. Wil jij op de hoogte blijven van de laatste berichtingen van NAC? Dat kan. Donderdagavond van 8 tot 9 is er NAC-praat op Breda Nu. We bespreken actuele nieuwsitems en je krijgt de laatste informatie over NAC Breda. NAC Praat, jouw programma over NAC. Te beluisteren op 107.3 FM, 92.9 op de kabel en via de livestream op bredanu.nl. NAC Praat, jouw programma over NAC.